Suriname Airways voert komende week zondag 11 juni haar eerste commerciële vlucht uit met de nieuwe Airbus A340-300 vanuit Amsterdam naar Paramaribo. De vliegmaatschappij die dit laat optekenen in een persbericht zegt dat deze vlucht mogelijk is na de toestemming die vandaag is ontvangen van het Europees Agentschap voor de Veiligheid, EASA, en de TCO, de Third Country Operator. De SLM kreeg ook meteen toestemming van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de vluchtuitvoering. De Airbus A340-300 werd op 24 mei jongstleden ingezegend op de Johan Adolf Bengel luchthaven en vertrok afgelopen woensdag naar Brussel, België, voor een reguliere kleine technische onderhoudsinspectie. Voor de SLM is de vlucht van komende zondag de zoveelste mijlpaal in het Going Forward Plan, oftewel het verder herstel van het bedrijf. Het is na 3 jaar dat de SLM weer met een eigen vliegtuig de Mid-Atlantische route zal onderhouden.